Het is de bedoeling dat jullie gewoon hier eventjes rondshoppen. Hierboven zijn er wat apparaten, ook met filmpjes. En in kleinere groepjes gaan we zo meteen naar binnen. Ik verwacht een informatieve dag. Er liggen een hoop mogelijkheden in de haven, volgens mij. Maar ja, dat hoop ik nou vandaag ook tegen te komen. Dat ze meer te laten zien, is denk ik wel op een hele leuke manier gedaan. Je ziet nu ook iedereen heel erg leuk. Oh, dat is leuk om te zien. Ja, in de haven, dat denk je aan iets saais. Maar door wat je hier meemaakt, denk ik dat je het wel wat leuker gaat vinden. En wat meer interesse opwekt bij andere jongeren. Dat we in het kader van Your World proberen te zorgen dat de haven meer de hearts en minds van jongeren terechtkomt. Want ja, de meeste jongeren hebben helemaal geen enkele affiniteit meer met de haven. Het is niet aantrekkelijk om hier voor mij in te gaan. Ja, met containers en zo, dat is niks voor mij. Met de jongeren waar we vandaag mee op pad zijn gegaan, willen we gewoon kijken of ze ideeën kunnen leveren om de haven ook wat meer bij andere jongeren te promoten. En daarmee zeg maar ook jongeren meer een gevoel te geven dat die haven ook iets is dat leeft en wat leuk is om daar te zijn. Ik zou wel op een cruiseschip willen werken. Omdat ik dan misschien iets met entertainment zou kunnen doen of in de horeca of iets. Misschien dat ze daar ook wat meer wat over moeten vertellen, wat er daadwerkelijk dan bij komt kijken. En misschien dat er dan wel wat meer mensen zijn die het leuk gaan vinden om ook op het boot zelf te gaan varen. Dus, Voor ons is een belangrijk insteek om die wereld echt te laten zien. Dus er worden tijdens Wereldhaven heel veel trips georganiseerd het havengebied in, naar de bedrijven toe, zodat je kunt zien hoe het eruit ziet. Tijdens de Wereldhavendagen, de vrijdag voorafgaand aan de Wereldhavendagen, gaan we een groot evenement organiseren waar we tienduizenden jongeren willen hebben die daar gewoon op een leuke manier kunnen kennismaken met de haven. En als we daarin slagen, dan zijn we als Your World geslaagd en dan is het ook goed voor de Rotterdamse haven.